vader heeft Olympische Spelen gespeeld. Dus ik heb alle toernooien gespeeld die je kan spelen als honkballer. Maar Olympische Spelen heb ik nog niet gespeeld. Dus die moet ik nog even afwinkelen zodat ik een beetje de baas thuis ben. Dit jaar sowieso internationaal wordt mijn laatste jaar internationaal. Dus ik denk dat zal de cherry boven de taart zijn voor mij. En ik denk dat zal een goede trotsgevoel mee weg kunnen lopen. Ik heb hem een paar keer als speler meegemaakt. Dat is een hele mooie ervaring. Fantastisch. Alhoewel wat ik nu hoor, met alle maatregelen in Japan zal het een hele andere ervaring zijn. Maar dat is wel een fantastisch toernooi om mee te maken. Die in Nederland spelen, die trainen 2 of 3 keer per week. Trainen ze ook gezamenlijk. Dus iedereen werkt naar hetzelfde doel toe. Maar iedereen weet, oké, de selectie die wordt gemaakt met spelers over heel de wereld. En dat is altijd een hele grote puzzel. En die wordt altijd pas heel laat bekend. Ja, het leeft een beetje spanning toch? Dus het zijn dingen die, weet je, het blijft iedereen, ja, het is normaal, het is niet normaal. Het blijft een spanning, want ja, het is toch iets wat je wil bereiken. Het is Olympische Spelen, maar het blijft gewoon spanning. En dus ik denk, ik had een goede seizoen gedraaid tot nu toe en ja, ik kan het alleen maar beter maken. Altijd als we naar zo'n groot toernooi gaan, gaan we met een goed team. Dus ik denk, iedereen heeft één doel, dat is de Olympische Spelen halen. En ik denk als je dat als team zijnde hebt en als iedereen samenwerkt, dan gaan wij zeker goede potjes spelen daar. Natuurlijk heb je ook World Baseball Classic. Dat is natuurlijk ja, het beste toernooi wat je eigenlijk kan spelen qua honkballen. Maar Olympische Spelen is toch ook wel een droom. Dus ja, hard trainen en vol gas in waar we naartoe gaan. Ja, het is ik denk een van de mooiste toernooien ooit. Ik denk Olympische Spelen blijven Olympische Spelen. We hebben heel veel WK, heel veel World Baseball Classic gespeeld. Maar het is niet hetzelfde, want je komt topatleten van alle sporten tegen. En ik denk dat het maakt een mooie ervaring voor jezelf en voor mensen die daar zijn. Er is maar één ticket, dus natuurlijk wordt het pittig, maar niet onmogelijk. Het zijn allemaal landen waarvan je in het verleden gewonnen hebt, maar ook verloren. Dus je kan van iedereen winnen, je kan van iedereen verliezen. Dat geldt voor elk land wat meedoet. Je wilt gewoon een groot toernooi spelen zoals de Olympische Spelen. Elke toernooi die je kan pakken als honkballer wil je pakken. De Olympische Spelen is gewoon een hele mooie toernooi die je wilt pakken. Dus ik denk dat iedereen ja, hetzelfde doel heeft als mij. Is gewoon niet alleen daar staan bij de Olympische Spelen, maar ook een medaille pakken.